zijn aangekomen in een heel erg groot restaurant. Weet niet. En dit is een wokrestaurant en je kan hier van alles halen. Het ziet er echt heel erg leuk uit. En ik ga straks al het eten aan jullie laten zien. En daar zijn de voorgerechten, dus daar gaan we zo meteen heen. Ik ben benieuwd wat ik allemaal ga halen. Nou, dit zijn de voorgerechten, daar ligt sushi. En daar gaan we heen, want dat is zalm. En ik hou ontzettend veel van zalm. Dus ik ga voor deze. Oh, ik hou echt van deze. Deze zijn zo lekker. Ja, is goed. En Nika is echt een sushi fan. Die vindt echt bijna alle sushi wel lekker. Doe maar een paar. En hier hebben ze dan een heel klein bakje en daar kan je dan wat saus in doen. We hebben echt heel veel saus. Het zijn heel veel keuzes, ja. Oké, we nemen die. Oh, gaat vaak. Ze hebben hier ook allemaal warme dingen. En deze zijn allemaal gefrituurd. En dat vind ik ook wel heel erg lekker. Dus hier gaan we ook even wat van pakken. Ik begin even aan de goede kant. Want volgens mij doe ik het verkeerd. Nou, dit is mijn hele bord geworden. Eet smakelijk. Je hebt hier twee van die hele rare stokjes. Ik weet echt niet hoe je hiermee moet eten. Maar Nika weet dat wel. Dus Nika, hoe moet dit eigenlijk nou? Je moet hem tussen je duim en dan op je middelvinger leggen. Ja, en dan doe je die andere knijpje met je duim en je wijsvinger bij elkaar. En dan kan je dus met die bovenste alles doen. Probeer eens. Ah, oh. Je moet wel saus. Wil je geen saus? Dit is moeilijker dan je denkt. Het voorgerecht was super lekker en nu zijn we aangekomen bij het hoofdgerecht. Het hoofdgerecht werkt echt heel erg leuk. Je gaat hier gewoon allemaal dingen uitkiezen en dan geef je die aan de meneer en die gaat ze voor je grillen. Laten we dat even aan jullie laten zien. Let's do. Zo, Nika heeft daar een bordje en dat soort kipje is van mij en die garnaal en courgette die zijn van Nika. En nu geven we dat aan hem en kijken wat hij ermee gaat doen. Hij gaat dat helemaal voor ons grillen. Die man is een zalm aan het fileren en dan gaat hij alles wat niet hoort bij de zalm om te eten, haalt hij eraf. Grof geweld. Merci. Yeah. En dan is het tijd voor een heerlijk ijsje en ik hou heel erg van chocoladeijs. Dus dat gaan we hier maar even proberen. En natuurlijk gaan we gewoon even wat random dingen allemaal in dit kleine schaaltje doen. Zo, heerlijk wat ijs. Oh jongens, holy! Ik ben ineens thuis. Ja, ineens. Uit het niets. Gisteren was heerlijk, we hebben heerlijk gegeten. Ik was tot 6 uur in de nacht wakker. Toen ging ik slapen. En toen ging ik in de auto zitten en nu ben ik thuis en ik ben zeker weten niet alleen. Meteen is Martje hier, back in the building. Check zeker weten zijn kanaal, link staat in de beschrijving. En wij gaan nu even wat leuks doen. Ik heb namelijk zo'n bestuurbaar autootje en die is nieuw. En ik had beloofd dat ik die nog in een video ging laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Hij gaat ongeveer 50 km per uur. Ik ga mijn GoPro erop plakken, denk ik. En we gaan heel even een PlayStation ophalen bij Enzo D. Want die hebben we even nodig. We willen misschien nog gaan livestreamen. Dus vandaar. Maar ik ga er dus mee rijden en ik ga denk ik mijn GoPro erop plakken. Het wordt fucking sick. Laten we gaan. Let's go. Zo, we hebben de PlayStation bij D en Enzo opgehaald. En nu zijn we thuis aangekomen. We hebben heel even mijn andere autootje erbij gepakt. En Mart en ik die gaan nu proberen om een soort ramp te bouwen. En dan laten we hem belanden op het bed. Ja. Ik weet niet of dit gaat lukken, maar we gaan het proberen. Let's do this. Kijk hè, als dit nou zo'n ding is, en dan moeten we hier iets op hebben dat hij zo gaat. En dat je dan daarop komt. Ja, dat vind ik wel een goed idee, ja. Dit is echt het slechtste idee wat we ooit hebben. Maar we hebben heel even snel iets gepakt om het gewoon even uit te testen. Oké, wacht. We gaan hier even mijn kleren neerleggen voor als hij er tegen hier tegenaan valt. Goed plan, hè? Wat zijn dat voor sukkels? Oeh, gaat fout.
Oh! Ja, hij moet een beetje opstroken. Ja, we moeten iets gladders, maar ja, dat is heel moeilijk. Ja, klopt. Dat weet ik wel. we kunnen echt heel weinig, gast. Ja, leuk. Kom maar. Oh! 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 Oh, het lukte! Nou, ik vind het een hele mooie ren met Spider-Man tasje, laptop tas, kleren van Mart, een doos van de auto zelf en een Uber Quinn kentekenbord. Ja, hij is gewoon mooi. Oké, okay, kan het. Oh! Oh! Oh, gast. Oh, hij leeft nog. Oh, 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 het is ons gelukt. Nou, de schans was aardig gelukt. Het was wel even grappig. Marty heeft daarna nog even heel veel meer geraced met de auto in deze kamer. Maar zoals jullie zien, mijn bureau die hier stond, is weg. Dat klopt. En die hebben we even hier naar heen verplaatst. Hier hebben we een tv opgezet. En daar gaan we lekker even gamen. We gaan lekker FIFA spelen. Er is zo'n Futties toernooi of zo. Dus dat is super nice. We gaan gewoon even kijken of we kunnen winnen. Tot zometeen. Zo, dames en heren. Het is tijd om te gaan slapen. Mart ligt al lekker te slapen. En ik ga nu ook lekker slapen. Morgen wordt een hele toffe dag. Mart heeft er nu al heel veel zin in, hè Mart? Ja, Mart heeft er heel veel zin in. In ieder geval, tot zometeen. En dan is het voor ons lekker ochtend. En gaan we een hele leuke dag hebben. We hebben al veel ideeën. We gaan het rijden, was net buiten niet gelukt. Maar morgen gaan we dat wel doen. Gaan we namelijk op een voetbalveld doen. En daar gaan we ook even voetballen met Day en Enzo. Dus dat is super nice. En dan gaan we natuurlijk ook nog even loempia's eten. Want dat hoort erbij. Nu we weer terug zijn in Nederland, hoort dat wel weer even om lekker loempia's te gaan eten. In ieder geval, welterusten. Hé, Mart? Welterusten, hè? Hey. Goed zo. Zo, goedemorgen dames en heren. Het is de volgende ochtend en Mart en ik zijn er helemaal klaar voor. We hebben even voetbalkleren aangedaan en we gaan meteen naar het voetbalveld. We gaan met D en Enzo waarschijnlijk even voetballen. Of alleen met D, dat weet ik niet zeker. Maar we gaan sowieso lekker even voetballen. En natuurlijk neem ik jullie mee. Laten we gaan. Let's do this. Het wordt heel erg nice. We gaan ook nog even met de auto rijden, dat gaan we nu doen. En dan zien jullie wat leuke GoPro beelden die op de auto staan. Misschien is het leuk, misschien niet, we weten het ook niet. Laten we gaan. Back from the voetballen was echt super nice. We hebben namelijk even wat video's opgenomen voor Enzo en voor mijn kanaal, dus dat is super chill. Ik heb nu even hier een broodje, was heel erg lekker. En Day, die is nu bezig met Monshuta. En ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is echt een van de lekkerste toetjes die er is. Hè, Day? Huh? Lekker, hè? Ja. Monshuta is echt heilig. En zometeen gaan we even mijn spullen ophalen, want het plan is om dus bij Day en Enzo te gaan logeren. En dan gaan we gewoon vanavond live zingen. Ja, ik kan zingen. Ja, ik ook. Woe! Nou, zo ziet de laag van een moschoetaart er dus uit. Dit is gewoon bestonjekoek. En dan heb je ja, dat helemaal fijn gemalen met een blender. En dan doe je dat als bodem met volgens mij boter. Toch met boter? Ja. En dan krijg je een hele mooie bodem. En ik laat zo meteen de rest zien, want hij moet nu eerst in de koelkast. Mensen, we zijn lekker aan het livestreamen en de Monshuta die ga ik zo nog even laten zien als die echt helemaal klaar is. Maar we zijn aan het livestreamen. Kijkers, kunnen jullie even wat leuks droppen in de chat? Drop even die spam, drop die hartjes, drop iets. Doe iets leuks, jongens. Drop iets. Oh, kijk dan. Jongens, het is echt insane hoe de chat gaat. Er zijn zoveel mensen. Het is echt sick. Heel erg bedankt allemaal. Holy. Holy shit. Kijk eens, jongens. Oh, dit is insane. Allemaal staan jullie nu in de vlog. Natuurlijk! Natuurlijk, allemaal love! Oh, 700 kijkers! 730 kijkers, schat! Dit gewoon is een echt duimpje. Ziek! Oh. Hey jongens, dit is echt insane! Love naar jullie allemaal! Ik hou van jullie! Leuk dat jullie er allemaal zijn! En doe de deel! De stream is echt helemaal top! Het is echt super nice! Echt er zijn echt nog heel veel mensen, nog 500, ja, 500 kijkers! En we krijgen echt heel veel berichten, heel veel lieve reacties. Echt heel erg leuk. Hopelijk vinden jullie het ook allemaal leuk. Laat weten in de chat als jullie het leuk vinden bij de stream. Laat het weten. Doe het even.
Laat even weten, joh. Ja, volgens mij vinden ze... Ja, ik zie ze vinden het leuk. Oké, super nice. Ik ben heel even Overwatch aan het spelen en Mart is lekker even alle vragen aan het beantwoorden. Ja, ik ben even alles aan het beantwoorden. En dat vind ik het allerleukst. Want kijk, hè, ik stream natuurlijk eigenlijk nooit alleen. Ik stream altijd heel vaak met Mart. Eigenlijk bijna altijd, ja. En met Mart is het gewoon chill, zoals wel met een vriend. Want ik vind het leuk als je een game speelt tijdens een livestream. Ja, en dat er ook nog wordt... Maar dat er ook nog wordt geëntertained naar de kijkers toe. Ja. Dus wij beantwoorden dan en vragen. Het is moeilijk om het met je in je eentje te doen, zeg maar. Want je kan niet gamen en vragen beantwoorden en zo. Dus dat vind ik heel erg nice. Ben jij nou benieuwd naar mijn livestream? Volg me dan even op social media. Overal heet ik Uber Quinggame. Snapchat, Instagram en op Twitter. Dus dat is super nice. En dan kan je in de gaten houden of ik ga livestreamen. En livestreamen, ja jongens, het is gewoon echt geweldig. I love it, man. Jongens, het is niet te geloven. De Moshootard, de heilige Moshootard. Oh mijn god, hier gaan we zo van genieten in de livestream. Yo. Zo, het streamen is net voorbij en het was echt heel erg awesome. We zijn heel erg moe. Dat betekent ook dat we nu gaan slapen. Ik heb heel erg genoten. Vandaag was echt een hele leuke dag. Hopelijk vonden jullie deze video ook leuk. Laat dan zeker weten dat blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer hier beneden. Check Mart's kanaal in de beschrijving natuurlijk. Abonneer hem even. Hij heeft 5000 abonnees gehaald. Super nice. Check jullie de volgende keer.